Hoi, Robin hier en welkom bij aflevering 10. En ook gelijk de allerlaatste aflevering van de Robbers Mortalk van dit seizoen. De aflevering eh, waar de bekendmaking was en waar alle kandidaten zeiden dat eh, Fons waarschijnlijk de mol was. Toen eh, begon ik eigenlijk toch nogal heel even te zweten totdat eh, bekend werd dat eh, toch uiteindelijk Anna het was. Ja, het was eh, leuk om te zien en Anna gaf zelf ook al toe dat ze behoorlijk eh, werd geholpen door. Eh, de andere hulpmollen, waaronder Kees en Fons. En ja, ze konden daar zelf ook wat rustiger aan doen. En ook bij het terugzien van alle molacties moet ik wel zeggen dat er niet heel veel zichtbaar was. En ze waren toch wel behoorlijk voorspelbaar. En daarover gesproken, ik heb even in de Wie is de Mol app gekeken. En het blijkt dat ik dus 10 van de 10 keren op de Goede Mol zat. Ja, het logisch, want in het begin dan spreid je natuurlijk over iedereen. En naarmate die verder komt, dan wordt het minder. Nu gaan we voor de laatste keren de afleveringen. En eigenlijk meer de molstreek bespreken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst naar onze community. Allereerst hebben we natuurlijk de inmiddels welbekende pol. Deze heeft de laatste keer nog 24 stemmen gehad. En tot mijn verbazing was eigenlijk de score van Anna van 73 naar 74 procent gegaan. En Fons en Rosario hadden respectievelijk 21 en 25 procent. Ik ben dan ook wel benieuwd wat jullie aan het twijfelen heeft gezet. Um, want ja, dit is toch best wel een grote verandering geweest. Verder hebben we ook nog een aantal nutteloze theorieën van Emu. En ik moest eigenlijk stiekem wel omlachen toen ik deze las. In ieder geval, dankjewel hiervoor. Te beginnen met de eerste. En ik weet niet helemaal of dat het één is of dat het de twee zijn. In ieder geval, bij de eerste in aflevering 8 opdracht 2 moesten ze naar woorden vissen. En ja, hou je even vast want deze is te gebonden aan het geloof. Jezus is bekend om zijn verhalen waarin vissen of visser een rol spelen. Ze gaan eten en dat is voor Jan haar laatste maal, oftewel haar laatste avondmaal. De open de nummer 14 op zijn rug en dat is een verwijzing naar Kruif de Verlosser. En natuurlijk iedereen weet dat Jezus de verlosser is. Hij woonde in de stad Nazareth. En ja, wie is daar geboren? En die moest ik even opzoeken, maar dat is dus Kees. Kees zegt bij de klassieke muziek mol je niet. Op de notenbak staat 4 vier vierde, wat staat voor C. Deze rondtoon die kent geen mol. Tot zover Kees is niet de mol, hints en theorieën. Ik heb er hiervoor erg van genoten en ik hoop dat we volgend seizoen weer van, meer van dit soort uh, niet de morgens krijgen. Ik vond ze erg leuk. Nu gaan we door naar de laatste wie is de mol aflevering met de bekendmaking en natuurlijk de momenten. Hier uh, zal ik er een aantal uitpakken die ik uh, noemenswaardig vond en waarschijnlijk heb je de meeste al gezien gedurende de afleveringen. Maar goed, dat maakt het uh, niet minder leuk om ze weer even terug te zien. We gaan dan in ieder geval ook even terug naar het begin van het seizoen. waar ze natuurlijk de handen moesten schudden. Ja, wat kan ik daarop zeggen? In de eerste aflevering van de Robbers Mall Talk. zei ik dat, er dat ik iemand met rood haar had gezien. en dat het wel eens Jip zou kunnen zijn. Uh, maar ja, het was niet zo waarschijnlijk om het zo overduidelijk in beeld te brengen. Nou, het is inderdaad ook gebleken, want het was natuurlijk niet Jip. Maar naarmate ik de afleveringen meer zag en. Ook in de laatste aflevering, dat ik alle foto's nog een keer voorbij zag komen. zag ik echt wel dat het Anna was in dit verhaal. Totdat dit werd gezegd bij de bekendmaking. Degene links die mensen dachten te herkennen als ja. Anna. Maar jij bent de rechter, dus daar zit wel een groot verschil in. Het was dus uh, niet Anna. Het was dus iemand die op haar leek. En dat is nog wel het meest bizarre van alles. Ja, we hadden dus al kunnen weten vanaf het begin. En in de eerste aflevering van de Robbers zat. Een aantal mensen, natuurlijk, al vol op Anna. En nou ja, het is dus gebleken dat ze daarmee, dus helemaal goed zaten. Dan hebben we de vragen van het bergbeklimmen. Toen ik dit zag, had ik echt zoiets over: ja. Dat is leuk dat we die hint hebben gekregen, maar dat zit niet in de aflevering. Ik wist welke vragen er gesteld zouden worden en ik wist al de juiste antwoorden. Wel logisch dat ze, natuurlijk, dat ze dit niet laten zien. Want ja, dan weet je natuurlijk al gelijk wie de mol is. En uh, natuurlijk dan in aflevering 3 bij het uh, worstelen. Daar zei ik ook al dat de mol overal kon zitten. Uh, bijvoorbeeld op straat, omdat ze daar natuurlijk voor alles en nog wat uh, kan doorgeven. En dat heeft Anne dus ook gedaan als mol zijnde. Wat jullie niet doorhadden is dat ik al lang een voorbedachte strategie had. Namelijk tekeningen maken van worstelaars die niet die avond in de arena zouden staan. Dan uh, gaan we door naar aflevering 5. En dat is niet eens echt een mooi actie van Anna, maar een nou ja, ongelukkige actie die Dennis maakte. Hey Anna, met Dennis. Wie is dit? Max. Ah! Oh. Weet je dat ja. En dat Babs dat niet door had. En het had daar ook echt zo enorm fout kunnen gaan. En iedereen was er dan ook behoorlijk verbaasd over toen ze dat zagen. Ik moet wel zeggen dat het wel tof is dat ze dat erin hebben gedaan. Dat maakt het ook wel weer leuk om dingen terug te zien. En de volgende hint is denk ik ook wel een van de meest obvious hints richting Anna als mol zijnde. Morgen test, die is deels analoog. Analoog? Oh, nee. Analoog. Anna, loog. Ik had deze hint al vaker voorbij zien komen, maar ik had niet echt zoiets van dat zal een hint richting haar zijn. Zeker omdat het geen opdracht was, maar een analoge test. Wel een hele sterke hing moet ik eerlijk zeggen. En uh, natuurlijk uh, bij de muziekopdracht waarvan ik ondanks het gebrek uh, aan uh, muzieknoten wel had opgemerkt uh, dat de mol op de verkeerde lijn stond. En ik ben wel blij dat ik die uh, dan ook gezien heb. Stond het voorteken voor mol op de A op de notenbalk. Daar hoort hij niet te staan in dit nummer, hij hoort te staan op de B. Dit was een hint naar mij. En dan de laatste opdracht van het seizoen, waar ze de goede sleutel moesten vinden. Hier was sowieso te zien dat Anna een sleutel wegstopte in haar badpak. En dan al de sleutels die weggegooid worden, die weggemoffeld worden. En onder andere natuurlijk die van Santa Anna. Alhoewel ze daar toch een klein foutje hebben gemaakt in de montage. Mij is er dus alles aan gelegen om te zorgen dat die sleutel in ieder geval niet meegaat naar het fort. En niet meegaat naar Rick en de kistjes. Anna, haar sleutel was roze of paas? Ik weet niet. Voor mij was het roze. En daarna werd er weer een gele sleutel weggegooid. Al met al. Voor de Mol een relatief eenvoudig seizoen. Omdat Kees en Fons toch wel hele goede hulpmollen waren. En dat de kandidaten eigenlijk zelf het geld uit de pot speelden. Ja, dit waren zover de Mol acties. Die ik in ieder geval noemenswaardig vond. Dan is het nu tijd om door te gaan naar de afsluiting van deze aflevering. De aflevering, dat bekend is gewoon dat Anna de Mol is. En Fons de winnend finalist. En de Rosario de verliezend finalist. En wat ik eigenlijk toch wel heel erg sportief vond van Fons. Is dat hij. De pot heeft gedeeld met Rosario. Dat is echt heel netjes om dat te doen. Alles bij elkaar genomen moet ik ook zeggen, en dat heb ik ook heel vaak gezegd, dat het een moeilijk seizoen was. Zeker omdat er niet heel veel zichtbare of duidelijke hints en theorieën waren richting Anna Asmol zijnde. Daarnaast waren er ook een aantal uh, privé dingen die het uh, voor mij ook bij de verhuizing en ook daarna nog steeds speelden. En die het voor mij ook moeilijker maakten om dit uh, te doen. Het uh, gaf allemaal wat meer complicaties en het duurde allemaal uh, wat langer als verwacht. Maar goed, al met al buit, dat buiten beschouwing gelaten, vond ik het wel een heel leuk seizoen om te zien. En natuurlijk ook weer om een seizoen van Robbersmolk Talk te maken. En ik hoop ook zoals ik voorgaan, voorgaande jaren zei, dat ik ook de komende jaren nog een hoop Robbersmolk Video's kan maken. Ik wil jullie dan ook bedanken als kijkers voor het veelvoudig liken, het reageren en het bekijken van de video's. En natuurlijk de nieuwe abonnees welkom heten op dit kanaal. Zonder jullie had ik dit allemaal niet kunnen doen. En ik hoop dan ook van harte dat jullie het volgende seizoen van Wie is de Mol ook weer bij Robbersmolktal komen kijken. En dat is waar ik je voor nu bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als je dat hebt gedaan, laat dan een like achter en vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten. Zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu. Uh, later.